Wie is voor de rode? Wie is voor de paarse? En wie weet het niet? Zoals altijd is dat het juiste antwoord, want dan moet ik het uitleggen. Hoe praten planten met dieren? De Universiteit van Nederland presenteert plantenfysioloog professor Dr. Michel Haring. Ja, het volgende college gaat in geuren en kleuren, want zo praten planten nou eenmaal. En ik ga jullie laten zien hoe belangrijk die taal voor ons allemaal is, maar ook voor de omgeving van de plant. Nou, misschien is de eerste opstap die we moeten doen, is even geuren en kleuren in beeld brengen. En eens kijken wat dat betekent voor een plant. Als je verschillende bloemen bekijkt, dan zul je zien dat een plant op verschillende manieren probeert te communiceren. En vooral bloemen, denk ik dat jullie meteen ook het gevoel hebben van ja, dat is logisch. Want zo'n bloem heeft een bepaalde vraag. Die is namelijk op zoek naar een bestuiver. Heel goed. Een bestuiver. Want zonder bestuiving, en dat is het saaie van een plant dan, zonder bestuiving heb je uiteindelijk geen zaad. En dat is waar je toch als plant vaak voor op de wereld kwam. Nou heb ik hier drie petunia's voor jullie neergezet. Je ziet ze, verschillende kleuren, verschillende vormen. Bekijk ze goed, want er komt een moeilijke vraag op jullie af. Allemaal tot jullie door laten dringen. Als je hier nou naar kijkt, dan zie je ook waarschijnlijk meteen welke bestuiver ze uitnodigen. Dat zien jullie meteen. Ik sta er voor sommige mensen voor. En als ik dan de volgende vraag stel, welke van deze bloemen zal nou geur produceren? Wie is voor de witte? De rode. Ik even wachten. Ik zie 4, 5 witte. Wie is voor de rode? Wie is voor de paarse? En wie weet het niet? Zoals altijd is dat het juiste antwoord, want dan moet ik het uitleggen. Nou, als je hier naar kijkt, dan zul je zien dat planten in dit geval, of bloemen in dit geval, verschillende signalen afgeven. Ik heb hier, en daar konden jullie het al uit afleiden. Ik heb hier een witte bloem staan. En als ik die mag aanreiken, kunt u voor mij het oordeel vellen of hij ruikt of niet? Want dat was de vraag. Misschien, u ruikt hem al, dus u wist al het antwoord. In dit geval is het de witte. De witte bloem die geurt. Nou, dan meteen de volgende vraag erachteraan. Waarom zou die witte bloem dan geuren? Wat is zijn doel? Wie wil hij aantrekken? Beestjes, ja. Dat is geen bioloog die het antwoord geeft. Vlinders hoor ik hier roepen. Dat is degene die ook weet welke vlinders het zijn. Zijn het kolibrievlinders? Nou, het is een witte bloem. Dus je kunt wel ervan uitgaan van nou, wanneer ziet een insect een witte bloem het best? 'S nachts, 's avonds. Daarom geuren dus deze petunia's nu ook het best. Ze zijn erop uit om nachtvlinders aan te trekken met deze geur. En als je dan een witte bloem hebt, dan ben je ook goed zichtbaar in de donkere achtergrond van de nacht. Dus ja, die witte bloemen die trekken uiteindelijk de nachtvlinders aan. En de paarse bloem? Wat voor insecten gaan daarheen? Hommels, bijen, vliegen. Die zijn overdag actief. Die vinden de bloem uiteindelijk op kleur. En zijn dus niet geïnteresseerd in geur. Nou, dan de hoofdprijs. De rode bloem, welke insecten gaan daarheen? In dit geval geen insecten, want deze wordt bestoven door kolibries. In dit geval heb je dus een heel ander soort bestuiven. Nou, je ziet in dit geval heel duidelijk dat je kleur, geur hebt die verschillende insecten aantrekt. En als je die twee petunia's, die witte en die paarse, in het veld in Brazilië tegenkomt,
dan is het heel triest. Die zullen zich nooit met elkaar vermengen. Die moeten het met witte doen. Met die witte doen het met witte, de paarse doen het met paarse. Racistischer kan het haast niet in het veld. Maar de voorkeur wordt gesteld door de insecten. Want die gaan nooit van een witte naar een paarse bloem of vice versa. En in vaktaal noem je dat een pollinatiesyndroom. Pollinatiesyndroom. Want het is een bestuivingssyndroom. Nou, dit is waarschijnlijk allemaal een gesneden koek voor u. Maar heel veel planten produceren ook andere geurstof. Bijvoorbeeld in hun bladeren. Als je gaat kijken naar basilicum of naar tijm of naar salie. En je gaat op die bladeren kijken en die zitten ook op deze tomaat bijvoorbeeld. Dan zie je op dat blad allerlei kleine klierhaartjes. En in die klierhaartjes, op het topje daarvan zit een soort oliereservoir. En daar zitten allerlei geurstoffen in. Dus op het moment dat jij zo'n blaadje basilicum of salie vastpakt, dan verwond je als het ware dat oliereservoirtje en alle geurstoffen komen eruit. En op die manier, als jij als klein insect over die bladeren loopt, loop je dus voortdurend in kleverige rommel en stinkende klierhaartjes. Soms is dat voldoende om een insect van je weg te houden, soms ook niet. En dan gaan die klierhaartjes een heel andere functie uitvoeren. Want die klierhaartjes kunnen meer of minder geurstof produceren. Nou, als je dan het verhaal probeert te volgen van die geurstoffen, dan zie je dat het niet alleen is om de insecten weg te houden, maar ook als het echt niet anders gaat en je wordt bijna opgegeten door andere insecten, om hulp te roepen. Nou, daar hebben we een filmpje van uit eigen doos. Dan moet ik even introduceren wat u hier ziet. De groene achtergrond is een tomatenblad. Dit hier, dit glazige oranje dingetje, is een roofmijt. En die iets zwartere, dat is een spintmijt. En die spintmijt zit voortdurend in dat tomatenblad te prikken. En dat gaat zo lang door dat die tomaat denkt, ja, nu moet je ophouden. En die gaat geurstoffen uitzenden. En wat die dan aanlokt, zijn roofmijten. En die roofmijten die zijn blind en die kunnen alleen maar hun prooi vinden met geur. Nou, is het voor een roofmijt, als hij gegeten heeft en hij heeft daarna even niks in de buurt, is het best wel essentieel dat hij zijn volgende prooi vindt binnen 6 uur. Anders is zijn batterij leeg. Dus hij is volledig afhankelijk van de geurstoffen die de plant voor hem produceert. En als deze roofmijt, en dat is in dit geval erg gek is op spintmijten, dan zou het vervelend zijn als een plant die aangevreten werd door een rups van een koolwitje of een andere rups, als die dezelfde signalen uitstuurde als dat die aangeprikt werd door een spintmijt. Want dan komt die roofmijt op dat blad en die denkt, ha, ik ga hier wat eten. En dan zit er een rups waar die niks aan heeft. En wat blijkt nu? Ieder insect, niet ieder insect, maar heel veel verschillende soorten insecten, zorgen ervoor dat een plant verschillende geurstoffen uitzendt. Dus of je als rups aan een blad eet, of je eet als spintmijt aan een blad, het boeket wat daaruit komt uit die tomatenplant, in dit geval, is verschillend. En zo kan dus een spintmijt vaststellen, of een roofmijt vaststellen of de spintmijt er zit, of een sluipwesp kan vaststellen dat er een rups zit. Plantentaal. En dan denk je vervolgens, nou, hoe weet die plant dat? Ik zie het u denken. Hoe weet die plant dat het een rups is en hoe weet hij dat het een spintmijt is? Want het is natuurlijk voor ons heel duidelijk dat dat zo is. Want een rups ziet er nou anders uit dan een spintmijt. Maar hoe weet die specifieke plant dat nou? Voelen. Hoe zou die dat kunnen voelen? Chemisch en speeksel. Er zijn het zijn dus eigenlijk 3 goede antwoorden. Voelen, chemisch en speeksel. Het voelen in dit geval is inderdaad, ik word aangevreten, daar begint het mee. En als een rups of een spintmijt eet, dan eten ze zoals wij vroeger dat ook deden. Je neemt een hapje, je spuugt het uit en je eet het weer op. Je ziet het nog voor je als een klein kind zijn bord zit te eten. Misschien heeft iemand de film The Fly gezien. Dan weet je hoe het eruit zou zien als wij ons eten eerst opaten en dan weer uitspuugden. Zo eten insecten altijd. En op dat moment, op het moment dat je wat uitspuugt in die plant, of op de wondranden, heb je jezelf verraden.
Want jouw speekselpatroon, chemisch, verzorgt ervoor dat je plant je kan herkennen. Mits de plant de juiste herkenningsmelodieën in huis heeft. Hé, ik kan dat motief herkennen. En dan denk je van, nou, uiteindelijk is dat prima. De plant zal dus altijd wel winnen. Want hij herkent dat speeksel. En hij heeft klierharen. Niks is minder waard. Want behalve dat zo'n rups of zo'n spintmeid herkend wordt, kan hij in zijn speeksel ook nog stofjes hebben die de herkenningsreactie van de plant weer onderdrukken. En dan is de plant dus verloren. En zo is er dus voortdurend een wedstrijd tussen de planten en de insecten gaande. Wie herkent wie? En wie zorgt ervoor dat de juiste reactie opgewekt wordt en dat het uiteindelijk ook goed gebeurt in die plant? Nou, wij onderzoeken dat en we hebben een filmpje gemaakt voor diegenen die enthousiast hiervan zijn geworden. Mocht je dat willen doen, dan moet je dus het speeksel van een rups kunnen isoleren. En hier zie je een rups, die wordt af en toe gekieteld met een klein glazen buisje. En dat glazen buisje, daar zit een afzuigsysteem aan. En als je goed oplet, dan zie je dat Silke, die dit experiment doet, dat ze hem kietelt. En ja hoor, lekker. Dan zuig je dus uit die spugende rups, zuig je dat speeksel op. En met dat speeksel gaan wij dan aan de slag. En wij kijken wat voor stoffen erin zitten. En we proberen vast te stellen of die stoffen een werking hebben op het afweersysteem van de plant. Nou, deze rups, die Silke hier onderzoekt, dat is een hele domme rups. Want wat die doet, is op het moment dat hij aan een tabaksplant zit te knagen, dan gaat er in zijn speeksel een enzym werken en dat zet een geurstof om. En dat is nou net de geurstof waar een roofwans gek op is. Dus als hij dat niet zou doen, dan zou hij ermee wegkomen. Dus die rups verraadt zichzelf. Nou, dat zijn nou de leuke dingen om te ontdekken. Dus een plant gebruikt in dit geval geur om zich te verweren tegen insecten. Geur werkt in dit geval prima. Maar hoe gaat een plant zich verdedigen tegen andere ziekteverwekkers? Dat gaan we in het volgende college doen.